Problemen zijn niet altijd emotioneel, maar kunnen ook praktisch van aard zijn. Dan helpt een probleemoplossend gesprek. Tijdens het gesprek kijk je eigenlijk samen met de cliënt wat er aan het probleem gedaan kan worden. Alleen wel kiest de cliënt zelf welke oplossing er komt. Er zijn 4 stappen voor het oplossen van het probleem. 1. Het probleem helder krijgen. 2. Opstellen van doelen. 3. Het bedenken van oplossingen. En 4. Kies de oplossing. Tijdens deze fase probeer je het probleem helder te krijgen. Zo precies mogelijk onder woorden te brengen en kijken wat nou het echte probleem is. Je stelt de cliënt vragen over wat hij doet als hij bij het probleem vastzit en wat diegene al heeft gedaan. In de tweede fase kijk je wat de doelen zijn van de cliënt. Daarmee vergroot je zelfkennis en zelfbewustzijn. Door te vragen wat de cliënt wil, kom je erachter waar diegene naar streeft. In deze fase zet je samen met de cliënt de mogelijkheden op een rij om het probleem op te lossen. Je accepteert alles wat de cliënt voorstelt en eventueel help je hierbij. Alleen let op, laat de cliënt dit zelf bedenken. Nu zijn er een aantal oplossingen. Je kijkt samen met de cliënt wat wel of niet kan. Maar denk eraan, de cliënt kiest zelf de oplossing. Als de oplossing klaar is, gaat de cliënt ermee aan de slag. Created using Powtoon.